Hallo kijkers van de Kuilvlog, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik Belg in Amsterdam part 2 doen, samen met deze guy. Je mag in beeld komen. Ready to fuck a bitch. Yeah man, going to Amsterdam. Het is prachtig weer. Ja, mooi weer, grap. Ja, het is heel mooi weer. Ready to go, let's go. Game over. Deze foto is echt origineel. Nog nooit genomen. Let's go! Het was een hele leuke dag. Doe zeker een duimpje omhoog. Dus kijk nu naar de eerste video van de leuke dag. Let's go! Wat gaan we doen? Wat gaan we doen vandaag? Geen idee. Zoals altijd weten we nu al gaan doen. We're just walking on the street right now. Wat gaan jullie doen vandaag? Ook niks? Wij gaan niks doen vandaag. Hey, even lekker tandjes poetsen. Poets altijd je tanden, anders stink je uit je bek. Amsterdam is echt mooi, ook als het geregend heeft. Weet je wat, nu lijkt het op Brussel en ik haat Brussel. Maar allemaal leuke mensen en eigenlijk heb ik mijn tanden al gepoetst. Maar ik doe het nog eens om een goede sfeer te brengen in de video. Echt een gimmick. Gat. Dit is mooi, dit is kunst. Hoort je dat ook? Wow! Dat is een gimmick! Waarom schrijf je op mensen een hand? Zet me niet zo on the spot, man. Oh, fuck, ik heb mijn naam fout geschreven, man. Hey, shit, man. Welkom bij de Dutch YouTube Gathering 2017. Vandaag wordt het dus echt een leuke dag. Heel nuttig. Samen met Unagi is film jezelf even. Dus het wordt een leuke dag. Like en nog aan nu. Hopelijk komen er niet veel mensen naar ons, want er kwamen net weer allemaal mensen naar ons. Ik weet niet waarom. Let's go. Weet je onze namen? Ja. Wat is onze naam? Nathan en Joost. Ik ben Nathan. Ik ben Nathan. Hey. Mensen hier dragen gewoon plastic zakken. Plastic zakken! Dragen een plastic zak! Joost voelde hem even niet zo lekker. Willen jullie ook handtekening? Dankjewel, Nederland. It was really awesome. Deze mensen willen geen handtekening. Oké. Soms in het leven zitten dingen mee. En soms in het leven zitten dingen tegen. Dit is Nathan. Vandaag in Amsterdam Teleshopping een lekker spuugje. Hier van mij. 50 cent per centiliter. Durf te wedden dat mensen het ook nog echt zouden kopen. En je kan er alles mee doen. Typ 1, 2, 3. Piano in de chat als je het wil kopen. Bij aankoop van 2, 1 gratis. Ooit kom ik in deze stad wonen. Niet nu, want ik heb fucking geen geld meer en het zijn skere tijden. Ooit! Kom ik hier wonen. Wil jullie mijn navelpetje zien? Dat is echt vies. I love Amsterdam. I am from Amsterdam. Man. What's up, man? Yeah, I'm from Belgium. Belgium. Oké. Okay. Ik spreek ook Nederlands wel. Oh, je spreekt Nederlands? Ja, tuurlijk. Oké. Is het eerste keer hier of zo? Nee. Ik kom hier vaak. Fijne middag, man. Hey, hetzelfde, man. Ja, toch? Shout-out naar jullie, man. Yeah, thanks. Thanks, man. Fijne dag, hè. And that's why I love the city. In België hadden ze gewoon politie gebeld of zo, als ze zoiets aan het doen was. We zijn een heel broodje aan het eten. We hebben mensen uitgenodigd. We zijn gewoon een attractie geworden bij het museum. Ingang is daar! De mensen luisteren niet, ze weten niet wie ik ben. Ik kom uit een ander land. Ze verstaan ook niet wat ik zeg. Malakka. Dus omdat deze video toch al nergens op slaat, omdat ik anders toch geen hol doe, heb ik een guy gebeld. Dus Malakka! Malakka! Yo. Dit is een stutkabouter. Wat kom je doen? Ja, ik ben even met de trein gekomen, jongen. Dus deze guy. Vandaag leg ik jullie uit wat het woord Malakka betekent. Dat is een man die ziek is geworden van te veel rukken. Ja, van te veel rukken. Je hebt zoveel gerukt dat je hersenen gewoon slap zijn geworden. Hoezo film je zo close om? Hey, mijn grap staat open, jongen. Hey. Wow. What the fuck? Ik stond hier gewoon te bellen en opeens wordt die porno geschoten. Wat is dat? Is die bekende guy uit de films. Gast. Zeg, en ik verkoop statieven. Wil je misschien een statief?
Godverdomme, met mijn piemel af! Ik heb zojuist Nata's camera gestolen en ik ben weggerend. Stole a camera. I stole a camera. Subscribe allemaal op mijn kanaal, Tristan Lanoy. Zorg dat ik de 10k haal. Someone stole the record. Don't is a six pack. Doe het voor de views. Ik heb 3 uur gereisd om hier naartoe te komen. Hoezo? Gas, ga. Because I wanted to test. Je wilt gewoon shit aan me vragen ofzo? Waarom? Dit is helemaal niks. Oké, een paar vragen. Ik heb die ladder omgehaald. Pas op, 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 I am the one, don't waste your time, don't need the guns. Hey. Whoa. Doe. Oeh. Kan jij dat ook? Ja, oké. Fat kid falls on the ground. That's not you. It's only funny because I'm fat, huh? Anything for views. Ah, doe erom met je voet. Vandaag review ik deze lolly in de winkel. Oké. Okay. Saai. Smaakloos. Onmogelijk om het op te eten. Overprijsd, heb ik al gezegd. Had a better pussy last night. Kut lolly, fuck deze lolly. Check de binnenkant. Dit is fucking clickbait. De binnenkant is gewoon wit. Het is gewoon een hamer. Dit is echt niet lekker. Don't buy this. Boom. Lekkere lolly. Dat was de video, bedankt om te kijken. Het was een geweldig video, er zat een heel verhaal in. Dank je wel.